Welkom bij Carne van Alles, het programma over de carnaval van Volspisa Eze. Met veel muziek, dans en heel leuke gesprekken. We beginnen met de Tsjechische muziek. We weten allemaal dat er een relatie is tussen carnaval en het geloof. En of dat die carnaval nu echt ontstanden is door het katholieke geloof of door het heidense geloof, dat laten we even in het midden. Maar ik wil het wel met Pastoor Graat even hebben over wie de carnaval en het geloof tegenwoordig ineen zit. Pastoor Graat, is die relatie er nog wel? Wat mij betreft is die er altijd geweest en die zal nog altijd blijven. Want kijk, katholiek betekent in de eerste plaats, dat is een gans oud-Grieks woord, en lang voordat de Heer op aarde kwam. En dat betekent verhekeren, voor alle lui. En dat is carnaval ook. Vanuit lui die gelovig zijn, is de carnaval ontstangen. Lui die tegenwoordig carnaval vieren, zijn dat nog altijd gelovige lui dan? Dat zou ze dan zelf moeten vragen, maar ik wel. En ik weet zeker dat er nog een gans heel langere oog zijn. Maar ik ga spas samen met de lui. En van allemaal dezelfde douche, dus daar werd het voor gekald van, best een gelovige mens, best een duurste mens, en dat is dan samen gedaan. Maar wat is dan tegenwoordig dan die relatie nog tussen het geloof, tussen de kerk en de carnaval? Ik zou op de eerste plaats vragen de carnavalsmessen. In Rijmerstok en in Norbeek en in Tebannet werd die dingen niet alleen gevierd, maar ook groot bezocht. En u doet met aan het prinscarnaval, grote prins, klingenprins, prinsessen, mensen er zijn, dat doet allemaal volop met. Is dat nog drukker in de kerk dan? Oh ja, dan is het met zal wel boemenvol. En die werkt er nou wel niet? Ja,
sommige lui die moeten zich dan wel beheerrapen als een weusige vastenavond. En dan zeggen, nou dan zijn ze niet om stadium richtig vooruit te kijken in kerk. Dus. Maar wat werd in zo'n mis dan gevierd? Er werd in de eerste plaats gevierd dat we konden vieren, dat we samen spas konden maken. Dat samen, dat komt weer terug in dat katholiek gedeelte, dat is voor je kerennen. En wat ik geweldig fijn vind, hij in die drie dorpen waar carnaval mag vieren, is dat het voor je kringen is. Egal welke zitting, dus is allemaal klinkingen er tussen de vergen. En ja, dat deed me geweldig goed. En wat ik niet kom, dat werd gerouwd, we worsten. Steedt de carnaval ook open voor lui van een ander geloof? Want het Luze, die Geer met Angelu van Doerhond en die houten van feesten, steht natuurlijk ook voor Angelu wappen. Of dat nou een moslim is of egal wat. Nu zijn daar ook een echte carnavalsfamilie, hè? Die had het carnaval in het bloed zitten. Ja, daar scheffen ons, het meer wie de Ruben Mariusee, denk ik. Maar ja, dan hast. Johan Mariusee en Rups werd ook wel vast over het gehouden. Maar de chef is er jong, de René, die hebben ze nog meegenomen de hand. De staatsprins geweest in 2009. Heerle, ja. En de chef is 22 jaar op de Blauwschiet geweest. Dus wanneer ik op vakantie kwam uit Congo, dat was bij deurnummer. En de chef dacht ook met die Blauwschiet nog een band, zong er net op. Dus daar wordt vol ervan. En dit is René Graat, wat deed hij met de vastlovende? Mag ze een keer naar Rone. Zorg dat de goede doos had. En de bonks werden een schot genoeg gekeken in het bonnenlijken. Maar hoe ga je er vieren? Door wat je te doen is. Hoor. Dat begint al eerst de vrijdag van een jaar met de proclamaties in de Bannen en Norbeek. Daar ben ik alle twee. En dan de week erop, dat zijn de drie kengerzittingen. Remmerstok in de Bannen en in Norbeek. Daar gaan we ook weer aan. En dan zijn er recepties en er is zo'n red, yellow, green party in Norbeek. Altijd hartstikke gezellig. En dan is er ook wieverbal in de Bannet. Nou, dat is een beetje kapot, maar moet zich vasthouden aan het tier langs de veldste. Het is, en een Rijmerstok, precies hetzelfde. Maar der doet overal actiever met? Zo actief wie het geeft, waar, joh. Verkleed? Nou, ik ben met ze al verkleed genoeg, dus. Wie nu had ik dan een shalom of een mutschken of zo gaat. En dan de Eschostig. Is de kerk dan ook wel vol? Dan moet, ja, dat is steeds versteld van wie vulde ook gaan komen. En met de Prins Carnaval delen van dan het Eschelle Kruidsgenoot. Dat is belangrijk dat hij dat meedeed. Ah, ja, zeker. Dat zijn ze allemaal. En ook met die vaste lovensmessen had hij een duidelijke rol. Een lezing, voorbeden. En als ze een woord willen zaken, dan kan dat ook. Maar doen ze de predig. In het plat. Uiteraard, in het plat, joh. Nou, ik wens je een hele schöne carnaval, een hele schöne vastelovend. Ik denk ook, Erwin, met alle liefste kunst, dat ze gewoon een lachen kiest. Zo is het middag zo'n lachen kiest. Oké, prima, dank je. Petra Strotte uit partij Wettem heeft een nieuw atelier. Petra, dan maakt ze al sinds wieveel jaar maakt zich al kleding? Rond de 7 jaar ben ik nu voor mezelf bezig voor de kleier te maken. Ook voor andere lui dan. Voor mezelf niet in het donig al.
een jaar of 20, 25, dat ik de opleiding af van. Maar de laatste 8 jaar ben ik inderdaad als bedrijf, inderdaad als Petra's Atelier, en dat doe ik inderdaad voor klanten ook de pakjes snijden. Ja. En ook tijd maakt zich ook al carnavalspakjes en prinsenpakken? Eigenlijk vanaf het begin maak ik ook wel met name de prinsenpakjes. Mm-hmm. Er is een mam uit de dorp op een gegeven moment pas bij me gekomen van mijn zoon werd jeugdprins. Mm-hmm. Zou ze het pakje voor haar willen hebben? Ja. Ja, en dat is het begin van de prinsenpakjes geworden. Ja. Ja, en dat is zo'n 7 jaar geleden dan ongeveer? Dat is ongeveer 7 jaar geleden geweest, ja. En wie was dat verder toen iemand zich vroeg van wil ze het prinsenpak maken? Ja, ik wist eigenlijk gar niet wat op me afkomt op dat moment. Dus we hebben internet is afgestreund, dus gegoogeld. En is overal rondgekeken van, ja, wie zien die pakjes allemaal uit? Wie zitten die in E? En toen ook ze gaat van, daar gaan we gewoon naar beginnen. Dat gaan we maken. Ja, en ging dat goed? Het eerste ben ik best wel het urkens aan bezig geweest. En nu nog, best er nog wel het urkens aan bezig. Want het weet toch heel veel handwerk is het. Maar met en met, het gaat allemaal sneller. Je weet op een gegeven moment veel meer hoe ze met hè, wie het lukt en wat ze moest doen. Door ze niet meer het wiel gaan zo te vingen. Ja. Het weet wel gekker pakje is natuurlijk wel iedere keer anders. Hoe de persoon is anders. Maar je wilt ook toch iedere keer weer een ander pakje afleveren. Met andere accenten in. En komt toen ook de vraag meer in de prinsenpakken? Ja, dus uiteindelijk, vooral de laatste 2 jaar, zijn echt heel erg druk geworden, met name met prinsenpakken en prinsessen. Dat zit die moslims in de familie. O, moslims en apikken. O, mensen apikken. Die lukken alle naai, hetzelfde non en erde van de elfde. Zo gek wie een schuif. Wie dekt dat ter bios, nee, in was het zoals ze zo met ze allemaal gemaakt hebt? Ja, ik zie niet, prinsenpaar, dat heb ze dus gewoon zelf gemaakt. Dit zijn 3 pakjes die heb ik zelf gemaakt. Het zijn verenigingspakken. Daar werd dus gekker joh wel kleine aanpassingen op gedaan. Ja. Want de kinderen hebben niet allemaal dezelfde moot. En er werden toch kleine aanpassingen aangedaan ieder jaar. Ja. Kieken, daar hebben ze, hey, waren nog hofdames. Daar hebben we heel veel met strasseentjes aan gewerkt. Die plakken zelf? Nou, ik laat het figuur lodig liggen. Mm-hmm. En ik maak ze wel zelf erop. Het werd wel zelf met een pers, met de verwarming, werd het erop gelagd. Ja. Hij is hetzelfde bij. Dit is een pak dat werd de 2e keer gebroken. En we hebben steentjes bijgeplakt op het 1e pak en een nieuwe cape gemaakt. Dan ben ik. Hey, goed kijken, dit wordt het 1e prinsenpak. Ja, wat ze juist vertelde. Wat ik juist vertelde, ja. Wat we toen gemaakt hebben. Met een ul op de achtergrond. Met een ul, ja, natuurlijk van de ule, hè? Ja. Ik heb ook wel eens een paar te vragen op dat gebied. Heb ze ook wel eens een vraag gehad waarvan ze dacht van, wat moet ik hier nu met? Ja, en die heb ze ook erbij, dat ze denkt van te vuren van, wie ga ik me dat maken, wat weet het, en dingen. En op een gegeven moment, vorig jaar heb ik gepakt, heb ik gans in eerste instantie, gans alleen met spangen in een gezet. En dat voor op een gegeven moment twijfelde van, zit ik goed? Zet de klant goed, kent voor zelf goed een woord, snap voor wat voor bedoelen en wat ze willen. Ja. Heb ik gans met spangen in een gezet en de klant is het zo van komen kijken naar de woord op dat moment worden verkocht. En toen heb ik het dacht, nou heb ik het gans in een geniend. Heb ik alle spangen inderdaad goed gehold en is het in elkaar geniend geworden. Ja. Ja, en dan heb ze natuurlijk zo gehad van, oh gelukkig, dat is goed. Ja. Van beide kanten uit is inderdaad is dan de opluchting van nou, het is goed gekomen. Ik kreeg het kleed of het pak wat ik, wat ik wil en wat ik voor ogen heb. Ja. Dat moet het dan ook weten. En dan begint ze eigenlijk met de stof, kump in een lab, patroon knippen en dan het in eind zetten. Ja, ja. Wie hij inderdaad, daar werden eerst losse panden genaaid. Daarna, hij zette een losse paspel ertussen, daar zitten 3 bank bij. Dit werd los erop gezet. Die applicatie is naderhand nog eens erop gezet. Hij nog eens een los bandje. Ja, dat is allemaal tijd hoe ze toch ermee bezig is. En zoveel steksels dat ze moest maken. Als dat ze een gans even pand had. Wat... Ja. Ja, het ziet hier heel schoon uit. Maar de stof is ook meteen een stuk dikker dan in de eigenlijk gewone carnavalswinkels. Ja. Stof is dikker. En nu is dit ook inderdaad heel stevig gemaakt met een flinke veuring in. Ja.
Ja, dat is toch even goed. Met voor het kind dat toch warm genoeg is. Dat ze niet te veel eronder hoeft te doen. Met het park zelf is al warm genoeg. Ja, en dus is 2-3 dagen. Dat is 7 zoeken ongeveer. Wensen van morgens vroeg begint. Ja. En gewoon de dag, de werkdag has. Ja. Ja. En dan moest ze ook goed doorwerken, moest ze geen telefoontje tussendoor krijgen. Ja, ja. Werkt ze gewoon nog, ik heb verstaan dat het heel veel werk is om voor grote groepen te doen. Zal ze wel binnen niet doen? Nee, voor grote groepen. Het zijn echt met name de kleine groepjes, 1, 2, 3, ja. Misschien 4 pakjes, maar dan er liggen ergens een grens. Zo, qua lui wat nodig toekomen, hebben die zelf al hun idee eigenlijk klaar? Of dat ze zich midden met zelf verzinnen wat het uiteindelijk iets wil? Beide. Ja. Beide. Ze hebben een basisidee. Daar komen ze met, hè? Of ze hebben foto's, of ze hebben tekening. Ze hebben eens rondgekeken van, nou, dit idee wil ik. Mm-hmm. En dan maak ik van ontwerp daarvan, van klopt dat een beetje zoiets Gerrit, hè? Ziet dat uit zoiets Gerrit hebben wilt. Mm-hmm. En dan zien immer nog tijdens het passen, gaat aanpassingen daarvoor zeggen, nou, dit hebben we eigenlijk besproken. Mm-hmm. Zou we het niet toch zo of zo doen, want dat liet me toch schöner goed komen. Ja, dat is geluidig. En doe kind ze alle materialen aan? Dik of leer, kind dat ook bijvoorbeeld? Leer bewerk ik niet. Het is met name dus inderdaad echte stoffen hoe ze doorgaan. Een kleedstukje leer is geen probleem. Mm-hmm. Vorig jaar heb ik inderdaad in de rand langs laarzen genaaid. Wat voor toch eigenlijk meer erbij passen, dat lukte. Mm-hmm. Maar ja, voor hetzelfde geld, dat moet ik hier eens even uitproberen, lukt het niet. Ja, en dan kan de machine het niet aan. Ja, dan moet van een andere oplossing gaan zoeken. Ja. En wie dit hij is een jas, dat is gans gevuurd, is gans met een hele dikke watineveuring. Mm-hmm. Voor de boete? Dat is voor de boete carnaval in de streek, is dat hoe dat meidje in de jas hebben, dat niet veel. Ja, de jas aan en dat het dan veertig voelt. Ja. En nog veel geheime projecten de komende tijd op de planning? Ik ben nog wel even bezig inderdaad met het geheime project, hoe het eigenlijk... Mag ze natuurlijk niet verder voor zeggen. Niet verder voor zeggen, nee. Nee. Er zal het hier en daar wel terug zijn. Dat komt zeker komt dat de komende periode komt van alles uit. Ja. Er zijn een paar pakjes wat al uit zijn gekomen, maar de rest komt nog allemaal uit. Wel succes met werken dan. Dankjewel. Spin me around, you got me running all the light.
Vroeger, wie de bierkratten nog van hout waren en we moesten drinken om de kachel te krijgen, toen wordt op veel zittingen nog live muziek gebracht door een blaaskapel of een ensemble van de harmonie. Tegenwoordig zie je dat bijna niet meer veel, behalve onder meer in Te Bannet. Daar doet hij dat al heel lang, de blaaskapel, toch? Ja, dat klopt. We doen dat al 65 jaar. Sinds de carnavalsvereniging opgericht is, doen we weer als Boemenkapel de zittingen oploesteren. En ik heb begrepen dat de Boemenkapelle Biedeke afgeleid is van die carnaval dan eigenlijk. Uiteindelijk, vroeger hoorde de Boemelaren natuurlijk. En daar zit ook de Boemelkapel zijn naam aan ontleend natuurlijk. En waarom is niet bij een Boemelkapel gebleven op carnavalsgebied? Nou, de tijden zijn veranderd. In de 42 die we opgericht zijn, of eigenlijk met de carnavalactiviteiten zijn begonnen, toen houden de lui eigenlijk niet veel anders om hand. En dan voelden ze het leuk als ze muziek kunnen maken. Maar ja, in de jaren 70 toen is meer dan mos opgekomen. En toen hebben ze toch ook tijdmuziek ontdekt. En het publiek wordt ook breder daarvoor en allemaal. Op een gegeven moment is een keuze gemaakt door de jaren heen natuurlijk. Van carnaval is maar een tijdje per jaar en het is een gans jaar. En daar heb ik toch meer op toegelaagd. Dan duren dus alle twee. Repeteer je nog extra voor die carnaval? We hebben elke donderdagavond repetitie en we doen natuurlijk voor een vast repertoire voor de carnavals met een aantal toevoegingen. Maar daar repeteren we natuurlijk wel voor. Ja, nummers wie de Trooie Huzaar zitten natuurlijk vast in het repertoire. Dat is een stevast nummer wat helemaal terugkomt. We hebben weer ontzettend vast repertoire. Het Rijnlandische, weet je, de carnaval is toch een beetje afgelopen van de Duitse carnaval. En dat repertoire houden we toch elke keer aan. Kijk, omdat we toch niet elk jaar hoe ze met, moeten de carnaval profileren. Voor zich uit van verhouden de storbie om ieder jaar nieuw repertoire aan te studeren. Is er tijd tekort voor en we hebben er tijd ook heel nodig voor andere muziek erin te doen. Maar blijft het dan alleen bij die zitting? We hebben altijd ook de kinderoptocht voor met geblazen. Maar doordat natuurlijk geluidsinstallaties elk jaar meer en heftiger worden, houdt het voor ons geen doel. Dus dat hebben we al 20 jaar geleden echt met gestopt. Helaas natuurlijk. Maar ja, dat is de toekomst natuurlijk wat. Ja. Zou er eigenlijk een zaterdagmuziek of zou er toch een fatsoenlijke blaaskapel op die zitting? Voor zich geen zaterdagmuziek. We proberen toch de muziek wat te maken om het fatsoenlijk te brengen. En dan, als er een buitenrainer komt, dan moet er ook als kapel dat toeschrijven. Wie geeft dat eigenlijk? Nou, dat is een heel heikel punt natuurlijk. Onze drummer Johnny, die weet wel verwant. Dat zien we altijd, want die bepaalt uiteindelijk of de grap leuk is, wel of niet. En er zal altijd in de zaal zijn, als er niet ophoudt, wat dat daarom deed. En op een gegeven moment is dat natuurlijk niet leuk, maar de John bepaalt dat. Daar hebben we ook een beetje respect voor hebben. Ja. En doe er nu alleen maar de buitenmarsen en ertussen, of doe er nog geen meer tussen op die zittingen? Nou, we doen meestal de loker opvullen op een zitting, want de wet meestal artiesten zien nooit op tijd of te laat. Dus dan vallen we ons loker, dus dan valt weer die ruimte veel voor op. Aan het eind van de zitting, als ze afgelopen is en is een beetje op tijd afgelopen, dan spelen we ongemeentekanaal. En dan is het voor ons is het dan eigenlijk afgelopen. Ja, Roland, dich hebt ook eens ooit slagers gezongen. Spullen die met de kapel hoor? Ja, zeker. We hebben ook zang natuurlijk bij de kapel. En die vaste slagers komen natuurlijk terug. Hè. Wat is de minst bekende slager van Te Bannet van de afgelopen jaren? Ja, dat blijft toch altijd nog de Boemeltrein. En die is nog altijd te huren? Die werd nog vrij regelmatig op de zittingen gespeeld, ja. En ook wel eens als de activiteiten zien, carnavalactiviteiten, Hursen mocht nog wel eens. Ja. Toen ben je vorig jaar nog prins geweest. Wie is het dan om door die eigen Boemelkapel naar boven te begeleid te worden? Nou, de snap natuurlijk dat natuurlijk wel het hoogtepunt is. Hè. Ja. Goed, het zit er weer op, de zitting is geweest. Nu weer een jaar niks meer dan, hè, aan carnaval. Nee, voor ons is het carnavalseizoen nu afgelopen qua gebied van muziek. We gaan nu weer met ons repertoire voor de rest van het jaar. Dat is ook nog lang en dan moeten we ze ook voorbereiden. Als de optredens weer gaan beginnen in de zomerperiode en alles, dus dan moeten we ook klaar zijn. Dus nu alleen maar genieten van de carnavalsmuziek? Ja, ja. En altijd, we zijn ook op zoek natuurlijk naar nieuwe muziek en al, dus het is altijd welkom.